Pelisse, als ook Zeilen. Mijn naam komt eigenlijk van de League of Legends en World of Warcraft. Ik maak cosplay al sinds 2010. In 2010 ben ik begonnen door de 100 dagen op mijn school. Op school moesten we 100 dagen doen, zo het eindefeest. En daar was het thema superhelden. Ik vond dat eigenlijk super tof, dus dan ben ik zo dingetjes ervoor beginnen maken. In 2010 is dat dan zo een beetje verwaterd met mijn school en zo. En dan daarna, in 2012, ben ik dan opnieuw begonnen. Dat was dan Facts hier in Gent, Flanders Expo. En daar heb ik dan het eerste kostuum volledig zelf gemaakt. Die heb ik compleet zelf gemaakt met mijn oma. Eerst naaien allemaal. En dan had ik iemand leren kennen in Duitsland, Kamui. Leren kennen, ik had ze opgezocht. En zij deed allemaal verschillende dingen met plastiek. Dat is zo één groot vel. En met dat velletje kan je dan allerlei dingen maken. Dus dan heb ik dat gekocht. En dan ben ik begonnen aan mijn eerste kostuum. En dat is Sylvanas van World of Warcraft. Daarmee ben ik dan, dat is het eerste kostuum dat ik dan heb gemaakt. Uit dat materiaal. Maar ik ben er vrij lang aan bezig geweest, zo 7 maanden. Omdat we zijn ondertussen samen gaan wonen en zo. Dat heeft een tijdje geduurd. Maar ja, dan uiteindelijk met mijn vriend. Mijn vriend vond dat dan ook super tof. En hij zei dan van ja, oké, ik wil ook een kostuum. En hij zei dat in augustus, vorige augustus. En in oktober is de nieuwe Facts. Dus op 3 maanden tijd heb ik dan dit kostuum moeten maken. Dat heeft mij vrij veel moeite gekost. Omdat hij zei dat hij ging meehelpen, maar eigenlijk heeft hij daar weinig tot niet veel aan gedaan. Dat heb ik ook allemaal gemaakt uit die materiaal, uit die plastic. Het is een woonblauw punt. Je hebt ook nog Wonderflex en Cobra Art en zo. Dat zijn ook allemaal materialen die je kan gebruiken voor zo'n kostuums te maken. Maar ik gebruik het liefst Worbla, omdat mijn idool doet dat ook allemaal. Dus ik wil het liefst volgen zoals haar. Maar hierin, om het dikker te maken, heb ik dan IVE-foam ook gebruikt. Ik ging het eigenlijk oorspronkelijk volledig in IVE-foam maken. Hiermee kan je eigenlijk ook perfect een kostuum maken. Het is gewoon de vorm uitsnijden en opwarm. En dan kan je ook eigenlijk al een kostuum maken. Omdat het niet zo stevig is, heb ik het hier ook nog met die plastic erover gedaan. Die X die heb ik gemaakt van isolatiefoam. Dat is gewoon puur isolatiefoam, zodat het plat zou zijn. Omdat Worbla heeft nogal vaak de neiging om allerlei vormen aan te nemen. Ja. Dankjewel. Dus we zijn eigenlijk puur alleen uit dit gemaakt. Dit is redelijk plat. Dus, maar het was wel vrij dik. Ik had gehoopt dat het iets dunner ging zijn. Ik heb dan met een groot mes alle randjes uitgesneden. Nadat ik die randjes heb gesneden, had mijn vriend er een volledige vel Worbla over gedaan. Dat was niet zo fantastisch. Want er zijn dan plaatsen waar hij mijn kleine stukjes heeft moeten terug mooi maken. Maar ja, uiteindelijk zie je dat niet zo. Dat maakt het ook niet. Ja, niet alles hoeft perfect te zijn. Hè. Het is nog altijd namaken. Hè. Ja, het is volledig nep. Het zit geen boog in. Het is puur alleen karton, spuitfoam en Worbla erover. Alles wat ik doe, zoek ik eerst allemaal op. Eerst kijken hoe dan andere mensen het doen. Vind ik er niets van terug, dan kijk ik naar hoe dan andere mensen andere soort dingen doen. En eventueel dan nadenken hoe dat ik mijne kan doen. Maar eigenlijk, meestal als ik iets maak, is het altijd kijken naar hoe dan andere mensen het maken. Dat is mijn nieuwe cosplay. Dat is Ari Foxfire. Ik ga een skin van haar maken, omdat de normale skin van haar, de normale standaard dingen, is eigenlijk gewoon saai en iedereen heeft dat eigenlijk. En ik wil wel iets of wat uniek zijn. Ik heb nog niemand niet gezien die dat heeft, dus daarom. Ook omdat je hier kan je dan weer armor insteken.
En daarom, dus ja, de rest gaat wel stof zijn, maar het meeste gaat armor kunnen zijn dan ook de 9 staarten. Mm-hmm. Dat wordt nog een beetje nadenken, zeg ik daar nu. Dus dat zijn haar braces. Deze is al bijna af. Dat kan je dan zo aandoen. Die moet nog verder afgewerkt worden. Dan nog schilderen, primen. Dan is dat ook af. Ik wou graag nog iets of wat proberen van met wapens te werken. Maar het is niet altijd zo makkelijk om wapens te maken. Omdat sommige wapens moeten dan grote hoeveelheden worpladen of ja, scherp zijn of dergelijke. En daarom was ik dan begonnen met Asuna en Kirito van Sword Art Online. Ik vind haar een fantastisch personage, maar ik had niet echt veel zin om opnieuw een stoffenkostuum te maken. Dus vandaar dat ik dan heb gekocht. Maar ik heb dan wel, ben dan wel bezig met de zwaarden te maken. Dit is bijna af. Ik ben ermee bezig om het te schilderen. Dat is ook gemaakt van IVE-foam. Nadat ik die IVE-foam heb uitgesneden, heb ik er worbla over gedaan. Na die worbla is er een primer over, dus dat wit is een primer. Dan heb ik dat beginnen opschuren, dus vandaar ook die vlekjes dat je ziet. Dus beginnen opschuren, zodat het een beetje gladder wordt. En dan is het beginnen schilderen. Ik kan er vrij veel mee doen, natuurlijk aan de bal van Ari. Het moest een vuurbal zijn. Dus het zijn eigenlijk gewoon puur zo'n doorzichtige balletjes dat ik heb gebruikt. Kan je in elke winkel wel vinden. Zo'n doorzichtige balletjes en dan een soort stof er rond gedaan. Met heel veel spray, heel veel haarlak, zodat het recht blijft zitten. En om het af te maken. Zet er lichtjes in.
I'm a bullet riddle tank with a new coat of armor. I'm a monster in disguise and I came here to conquer. Like a really shitty car turned into a transformer.